The Crown Season 4 is bijna uit. Het is nog maar een paar dagjes, zeker als jullie deze video zien, tot het seizoen eindelijk is op Netflix. En het is een seizoen vol actie. Voor de mensen die nu dachten, oh, dit moet ik gaan kijken. Ik vond het niks, maar nu ga ik alles kijken. The Crown is eigenlijk een serie zonder actie. Dit was echt het enige wat ik kon vinden. Want eigenlijk gaat het vooral over gesprekken. En soms een gesprek van 30 minuten lang. Gewoon bam, in een aflevering. En daarom is het zo'n geweldige serie. Welkom bij aflevering 27 van seizoen 2 van Frodo Reageert. Toen ik voor het eerst de trailer zag van het nieuwe seizoen van The Crown, dacht ik, dit moet ik zien. Dus ik dacht, ik zet mijn camera aan, ik zet dat filmpje aan en ik ga reageren. En ik zette mijn camera aan, ging het filmpje kijken en na afloop merkte ik dat het hele filmpje ik zo gekeken heb. Eigenlijk ben ik niet heel goed in gezichtsuitdrukkingen en dat soort dingen, dus ik dacht, weet je wat, ik moet toch even anders gaan reageren. Dus ik ging op YouTube filmpjes kijken van mensen die reageren op trailers. Without any further ado, The Hobbit. The Hobbit. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het hele genre van reageren op trailers compleet geen sens maakt. Je moet bijvoorbeeld eens kijken naar een filmpje, een reaction mashup van mensen die reageren op de trailer van The Hobbit. Het enige wat het hele filmpje gebeurt, is mensen die zo zitten, mensen die oh my god zeggen en mensen die keihard lachen om de minst grappige delen van de trailer. Oh my god. Hoi, Een jaar later kwam het tweede deel van The Hobbit uit en weer werd er een reaction mashup gemaakt. En dan denk je, deze keer was het vast heel anders. Maar het was weer exact hetzelfde. Het enige wat je zag was mensen die oh my god zeiden, mensen die keihard moesten lachen, mensen die schrokken en bovenal mensen die dwars door de trailer heen gingen praten met degene naast hun. Ik heb niemand naast me vandaag, dus ik kan helaas niet met Lucas een gesprek over corona gaan voeren terwijl we een serie kijken. Dus toen dacht ik, op deze trailer reactions, niemand zit er gewoon op te wachten. Niemand zit erop te wachten hoe ik kijk naar een trailer van bijvoorbeeld The Crown. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon helemaal niet doen. Tot ik keek naar de views van beide afleveringen van de reaction mashup. En dat zijn beide meer dan 400.000 views. Blijkbaar zitten mensen wel te wachten op reactions op trailers. Dus ik heb even de hoogtepunten van zo'n trailer reaction op een rijtje gezet. Wat er altijd in zo'n trailer reaction moet zitten is het woord oh my god 4 keer. Je moet altijd lachen om niet grappige delen, schrikken van niet grappige of enge delen. En bovendien moet de titel van de video, dat is verplicht, dat moet in het Engels. Ook al praat je gewoon Nederlands in die hele video, de titel moet in het Engels. En de titel moet extreem zijn en niks met de video te maken hebben. Dus bijvoorbeeld als je gaat reageren op een trailertje van Homeland, zoals in deze video, dan moet de titel per se zijn Homeland seizoen 8 wordt het slechtste seizoen. Want anders dan kijkt gewoon niemand. Dus daarom gaan wij in deze aflevering reageren op de trailer van seizoen 4 van The Crown. En het klopt, dit is een van de slechtste ideeën die ik ooit gehad heb. Maar ja, gratis views. Wat ik trouwens nog meer geleerd heb, is dat je tijdens zo'n trailer reaction moet je eerst gewoon de hele trailer gaan kijken. En dan is het verplicht om de andere kant op te kijken dan waar het beeld echt staat, zodat je het beeld uitkijkt. Dat is gewoon verplicht in trailer reactions. En verder is het ook heel belangrijk dat na de gehele trailer gezien te hebben, je nog stukje per stukje de trailer gaat zeggen wat jullie, die ook gewoon de trailer zien, hebben gezien in de trailer. En dat is precies wat we in deze aflevering gaan doen. Your Majesty, I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all. Really? Just 6 months between us. Oh? And who is the senior? I am. Ma'am. Oh my god.
two women running the shop. That's the last thing this country needs. Perhaps that's precisely what this country needs. My goal is to change this country from being dependent to self-reliant, and I think in that I am succeeding. Joblessness, recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right, and center. Not if one is comfortable with having enemies. Are you? Oh, yes. Oh, yes. One day, dear boy, you shall be king. Over 70 years or so. Your duty now was that the choice of a woman the people will love as a princess, and in due course, as queen. I am the sun and she. The air of the shyness that is crippled. How many times can this family make the same mistake? I am the sun and paying the consequences each time. Of nothing in particular. All I want is to be loved. It's all any of us want from you. What does one have to do to get some kindness in this family? In time, she will give up her fight and bend, as they all do. And if she doesn't bend, what then? She will break. She will break. Ik had hem nog goed ook. The Crown. 15 november. Oké, als eerste. Leuk dat dit het is. Kijk, stiekem hoop ik natuurlijk nu dat jullie allemaal The Crown gaan kijken doordat ik hier nu op reageer. Dit is gewoon mijn reclamespotje voor The Crown. Het is echt een trailer vol met vrouwen. Lady Diana, Margaret Thatcher en natuurlijk The Queen. Die al sinds vlak na de oorlog koningin is en nog steeds leeft. Wat best wel eng is ofzo. Gewoon onsterfelijke familie of zo. En natuurlijk zie je in zo'n trailer dat er weer een paar dingen op elkaar het allerbelangrijkst worden gemaakt. Bijvoorbeeld de gesprekken tussen de nieuwe minister-president Margaret Thatcher. De eerste vrouwelijke president, minister-president van Engeland. En de koningin. We are the same age after all. Really? Just 6 months between us. Oh? And who is the senior? I am. Ma'am. Het lijkt me toch wel confronterend als je koningin bent en je wordt raad gegeven door een vrouw die een stuk ouder is dan je. Two women running the shop. That's the last thing this country needs. En natuurlijk hoort er nog even een vrouwonvriendelijke opmerking in. Recession, crises. It's a dangerous game to make enemies left, right and center. En natuurlijk allemaal gevechten op straat en al dat soort dingen. Ze proberen echt de actie in het seizoen te brengen. Misschien krijgen we een paar extra actieminuten. Not if one is comfortable with having enemies. Are you? Oh yes. Ik weet ook nou niet bepaald of het echt iets goeds is als je comfortabel bent met het hebben van vijanden. Meestal heb je dat dan op een jonge leeftijd geleerd. En dan blijkt het dus dat je op... Hallo. Op een jonge leeftijd al vijanden had. Dat is niet de bedoeling. En natuurlijk het tweede thema van de trailer die heel belangrijk is. Is Prins Charles die een prinsesje zoekt. Of een prinses. Dat is een beetje niet prinsesje eigenlijk. One day, dear boy, you shall be king. Your duty now was that the choice of a woman the people will love as a princess. En dan krijg je een hele statische opbouw richting Lady Diana. Ik snap alleen niet wat de vrouw met rolschaatsen met een moderne smartphone en oortjes in dat paleis doet. Ik snap het gewoon niet. Ik bedoel, waarschijnlijk hebben ze een trailer gemaakt en dachten ze, oh jongens, dat is nog wel leuk om wat dingen buiten de trailer op te nemen. Gewoon dat we rolschaatsen door Buckingham Palace of zo doen we natuurlijk niet in de trailer. Maar dat is wel gewoon leuk om nog even te filmen. En zo, en dat die editor na afloop dacht... Ik heb veel rare shit meegemaakt, maar dit is wel het allerraarste. Dit moet in de trailer. En dat nu per ongeluk er iemand op rolschaatsen en oortjes in een trailer staat. Paying the consequences each time. Ik moet wel zeggen dat ik nog nooit exploderende schepen en vliegtuigen heb gezien in The Crown. Nou, eerlijk is eerlijk. Het is een bijzonder trailertje. Ik vind het een mooie trailer.
Het zit goed in elkaar. Je hebt zin in het seizoen door de trailer. Ik hoop dat niet alle actie van het hele seizoen al in de trailer zit. Want dan was het weer net zo weinig als vorige seizoenen. In ieder geval, ik ben heel erg benieuwd. Ik zal jullie laten weten hoe ik het seizoen vond als ik hem helemaal gezien heb. En ik hoop natuurlijk dat jullie samen met mij meekijken naar The Crown. 15 november, de eerste aflevering. En dan zie ik jullie daar misschien ooit weer. Tot ziens, tot later. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video.